Minister Sander Dekker was bij de verkiezingscampagne van de VVD in Apeldoorn. Jongerendebat keuzestress trekt weinig jongeren. Ruim 12 bomen geveld voor onderhoud en vernieuwd fietspad. Belangstellenden kregen informatie over de nieuwe laagvliegroutes. Bankweg en meer winkels op het winkelcentrum Eglantier. En scholieren van de basisscholen maakten hun buurt schoon. Op het Raadhuisplein stonden zaterdag een aantal Apeldoornse politieke partijen campagne te voeren. Sommigen deden dat op een opvallende wijze. Maar de VVD zette daarvoor minister van Rechtsbescherming Sander Dekker in. Voor hem is Apeldoorn niet alleen maar een stip op de kaart. Nou kan ik vervelend zijn en vragen wat u weet van Apeldoorn, maar laat ik eens vragen wat u vindt van Apeldoorn. Ik vind Apeldoorn een prachtige stad. Ik kom hier niet dagelijks, maar ik kan u wel zeggen dat mijn vrouw hier dagelijks komt, want die werkt hier. Dus die pendelt iedere dag op en neer. En daarom heb ik wel wat met deze gemeente en vond ik het een hele eer dat de lokale VVD vroeg of ik een dagje mee wilde lopen. Lijsttrekker van de VVD Apeldoorn, Jenny Elbertsen, kent de minister al wat langer. Hebt u nou wat complimenten gehad of alleen maar kritische opmerkingen van Sander? Nou, ik heb van Sander zeker complimenten gehad. We zijn net samen de markt over geweest. Daar heb ik hem wat voorgesteld. Ik heb op zaterdag altijd zo'n loopje. Dus ik heb hem voorgesteld aan de marktkoopmannen waar ik de lekkerste dingen en de mooiste bloemen koop wat mij betreft. En hij zegt, ja, Apeldoorn is echt geweldig. Zoals hij al zei, zijn vrouw werkt in Beekbergen. Zij is voorzitter van de Turnbond. Dus hij heeft wel gehoord hoe mooi Apeldoorn is. En ik ken Sander al even, dus ik vertel hem regelmatig wat een leuke stad het is. En hij is het volledig met me eens. Volgens burgemeester John Berens zijn de misdaadcijfers in Apeldoorn dalende. Is Apeldoorn dan een uitzondering? Gelukkig zien we in heel Nederland dat de criminaliteit en de misdaadcijfers aan het dalen zijn. En ja, soms hebben mensen het gevoel dat als ze de krant lezen, dan denk je wel eens het tegenovergestelde. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet zo heel erg slecht. Tegelijkertijd betekent dat niet dat we stil moeten gaan zitten. Ik vind, ook als VVD'er, veiligheid een van de allerbelangrijkste dingen. En ook iets waar echt de overheid een hele belangrijke rol in heeft. Hoe nuttig is zo'n bezoek van een landelijke coryfee aan een campagne zoals deze? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat bewindslieden van welke partij dan ook regelmatig het land ingaan om ook te zien wat er lokaal speelt natuurlijk. En wat Sander al zegt, die gemeenteraadsverkiezingen, daarin kies je voor je eigen wijk en voor je eigen buurt. En het mooie van een partij als de VVD is natuurlijk wel dat we dat netwerk zo hebben, zodat als hier is wat op veiligheid waar wij niet over gaan, dan kan ik dat wel bespreken met onder andere Sander Dekker, maar ook met onze Kamerleden. De minister vindt dat de plaatselijke politiek een hele belangrijke rol vervult. Ik zeg vaak, de gemeente is heel erg belangrijk. Als je de kranten leest, dan gaat het heel vaak over Den Haag. Maar datgene wat u en mij raakt, is de straat op orde? Zit er een goede school om de hoek? Is het een beetje veilig in de buurt? Is echt iets waar de gemeenteraad heel erg belangrijk in is. Vandaar ook, heel belangrijk, ga stemmen op 21 maart. Zaterdagavond werd er in de theaterzaal van Gigant het jongerendebat keuzestress gehouden. Wie heeft hem bedacht? Als het goed is, was dat Ellen van de gemeente Apeldoorn, Ellen Rosa. Tijdens een van de besprekingen toen we de eerste brainstorms eigenlijk van goh, wat gaan we doen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen? Verschillende Apeldoornse politieke partijen waren uitgenodigd om te vertellen waar zij voor staan. De meeste jongeren zijn zwevende kiezers of gaan gewoon niet stemmen. Van waar die interesse dan om de jongeren toch naar die stembus te krijgen, want dat is het doel. Ja, politiek is gewoon belangrijk en het gaat ons allemaal aan in het dagelijks leven in principe. Ik persoonlijk ben ik heel Apeldoorn-minded en heb ik het beste voor met Apeldoorn. En zodoende is het een logische zet om dit te doen als jong Apeldoorn zijn. Jong Apeldoorn, die het jongerendebat organiseerde, doet meer om jongeren naar de stembus te krijgen. We hebben een heleboel video's gemaakt, allemaal te volgen via de social media kanalen, onder andere van Jong Apeldoorn. Gewoon echt op die manier zeg maar, gewoon de informatie proberen te verspreiden om het ook onder de jongeren te laten landen zeg maar. Het jongerendebat in Gigant trok uiteindelijk maar weinig jongeren. Aan de Schrijnwerkershorst zijn dinsdag en woensdag ruim 12 bomen geveld. Dat gebeurde onder andere langs een vijver. Waarom moesten deze bomen weg allemaal? De bomen die hebben we weggehaald in verband met een dunning.
We hebben nu aan de bovenkant alleen maar blad en aan de onderkant wil niks meer groeien. Dus als we dan de grotere bomen er wat tussen uithalen, zodat er weer wat meer licht op de bodem komt, dan krijgen de struiken ook weer een kans. Niet alleen langs de vijver zijn bomen gekapt, ook langs het fietspad is dat gebeurd. Er zijn bomen bij het fietspad weggehaald. Wat is daarmee aan de hand? Die hebben we weggehaald om de wortelopdruk te voorkomen aan het nieuwe fietspad. Er wordt een nieuw fietspad, of een nieuw asfalt wordt er op het fietspad gelegd. Het fietspad wordt op sommige plekken waar echt markante bomen stonden, die wordt het fietspad iets verlegd. Zodat we de boom konden handhaven en dan het fietspad eromheen leggen. En dat is gedaan om de nieuwe laag niet weer na 2 jaar alweer wortelopdruk te krijgen van de bomen. De bewoners waren vooraf niet goed ingelicht over het kappen van de bomen. Slechts een enkeling stoorde zich daaraan. Dus en de meeste mensen die wij gesproken hebben, die zijn het ermee eens. Die zijn blij dat er eindelijk wat gedaan wordt. Omdat het een vijverkant is, kunnen we er natuurlijk al slecht bij. Dus we moeten op een gegeven moment kiezen van, nou jongens, snoeien dat kan haast niet meer. Omdat de bomen die zijn al vrij hoog en we kunnen er slecht bij. Dan moeten we er iedere keer in klimmen. Dus laten we een dunning doen, zodat we de bomen er gewoon uithalen. En dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Tenminste met struiken aan de onderkant weer. Nou, ik vind het heel vreemd dat er dus onderhoud plaatsvindt in bomen. Zieke bomen weghalen en fatsoenlijke weer nieuwe bomen ervoor terug. Vind ik een logisch iets. Maar ik vind dit een gigantische kaalslag die ik eigenlijk niet helemaal goed begrijp het hoe het waarom. We zijn een hele groene buurt hier al, groene wijk. En nou word je in één keer van een groene wijk word je een kale wijk. En ik ben heel benieuwd, komt daar nog wat voor terug? Gaan ze bomen terugplanten? Wat is überhaupt de reden voor die hele gigantische kaalslag? Komen er andere bomen voor in de plaats? Daar gaan we wel naar kijken als er echt kale plekken komen, want een boom in de verharding is eigenlijk niet optioneel. Dat willen we eigenlijk niet, omdat je dan heb je eigenlijk een boom net als een bloempotje in een bloempot. En dan op een gegeven moment dan staat hij meer te kwijnen en te kwarren als dat hij echt groeien kan. Maar bomen waar we in een plantstrook ruimte genoeg hebben, daar komen zeker weer bomen voor weer. Zijn er zelf bomen bij u weggehaald? Bij mij zelf niet, want ik woon op een pleintje. Dus wij hebben één boom in het midden staan en die staat er al sinds jaar en dag. En dat is een leuk hoffie. En die staat er prima. Ook op andere plekken in Apeldoorn zijn er bomen gekapt om onderliggende struiken meer licht te geven. Ruim 200 belangstellenden waren dinsdagavond naar de raadzaal van het gemeentehuis gekomen om informatie te krijgen over de nieuwe laagvliegroutes. Stichting Red de Veluwe organiseerde de avond en is allesbehalve gelukkig met deze plannen. Wat zien we hier nou vanavond? Zien we hier een massale bezorgdheid over een belangrijk thema? Of zien we hier grote bezorgdheid bij een selecte groep over een belangrijk thema? We zien hier grote bezorgdheid bij de inwoners van de gemeente Apeldoorn. Want er wordt nu gesteld dat de routes zijn verlegd, het is verbeterd. Maar de lasten zijn allemaal doorgeschoven naar de gemeente Apeldoorn. Klarenbeek krijgt het zwaar te verduren. De oostelijke wijken van Apeldoorn, de Maten, Osseveld, Woudhuis. En daar willen wij de mensen vanavond goed over informeren. Het kan niet zo zijn, Lelystad te lusten, Apeldoorn de lasten. De nieuwe vliegroutes van en naar Lelystad Airport is een voorstel waar nog over besloten moet worden. Duidelijk is wel dat met name het oostelijk deel van de gemeente Apeldoorn nu de meeste overlast hiervan gaat krijgen. Maar er ligt ook nog een ander voorstel van de minister dat de laagvliegroutes in 2023 moeten verdwijnen. Red de Veluwe is daar sceptisch over. Als u nu kijkt naar welke routes er allemaal samenkomen boven Hoenderloo, kan dat dan überhaupt wel? Ja, dat is een zeer sterke vraag. Er zal een heleboel moeten gebeuren om ze echt flink omhoog te krijgen. Dus het begint al met de vraag, wat vindt de minister laag? Wanneer vinden we iets hoog? Er zit een heleboel vliegverkeer op de 6 kilometer. En dan gaan we daar straks doorheen. Gaat het allemaal omhoog? Dat is een grote onduidelijkheid. En daar zal snel antwoord op moeten komen. De opening van Lelystad Airport is een jaar uitgesteld. En dat vindt minister Sander Dekker, die zaterdag even in Apeldoorn was, een goede zaak. Uw partij zegt aan de ene kant in het kader van de betrouwbare overheid, hij moet open volgend jaar. En aan de andere kant zeggen we zo weinig mogelijk overlast. Dat is een hele moeilijke combinatie. Nou, ik vind vooral dat dingen heel erg zorgvuldig moeten worden gedaan. En daarom vind ik het heel erg goed dat mijn collega Corre van Nieuwenhuizen gezegd heeft, we gaan dit niet overhaast doen. We nemen daar de tijd voor en we nemen desnoods ook een jaar extra. Dat is waar ze onlangs een knoop over heeft doorgehakt. Tegelijkertijd, kijk, ik vind in Nederland, we zijn een land dat bekend staat om zijn bereikbaarheid.
Of het nou gaat met de auto of over het water, moeten we ook over de lucht bereikbaar zijn. En we zien dat we daar tegen grenzen aanlopen. In dat kader is ook Lelystad, denk ik, op termijn ongelooflijk belangrijk. Maar je moet dan natuurlijk wel goed kijken naar aanvliegroutes, hoe dat uitpakt, wat dat betekent voor bewoners en of je daar overlast zoveel mogelijk kan beperken. Nou, als daar meer tijd voor nodig is, dan pakken we die tijd. Red de Veluwe houdt alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Ze staan nu nog leeg, maar er komt straks verandering in. Op het winkelcentrum Eglantier in de wijk De Maten is na jaren weer aantrekkelijk voor ondernemers. We zitten aardig in een positieve flow. We hebben de crisis achter ons gelaten en iedereen heeft alweer vertrouwen in detailhandel. Dus er zit weer volop beweging in. Ja, want het valt op omdat er eigenlijk verder in Apeldoorn eerder een leegstand ontstaat dan dat het gevuld raakt. En hier komt toch langzamerhand het beter. Ja, nou, we staan natuurlijk nu op het grootste winkelcentrum van Apeldoorn. Dat helpt misschien een beetje. We hebben eindelijk weer achter mij daghoreca, Silly's, brasserie. De eerste dagen dat ze open waren gelijk 200 lunches. Dus het voorziet in een enorme behoefte. We zijn er echt blij mee. Recht tegenover mij gaat tuinen binnen een maand open. Ja, eigenlijk alleen maar heel positief nieuws. Er komt ook een andere supermarkt erbij. Ja, dat heeft even geduurd. Lange onderhandelingen van 1 jaar of 12. Zo? Ja, 3 partijen die met elkaar overeenstemming moesten krijgen. En dan de crisis eroverheen. Maar uiteindelijk hebben ze overeenstemming en krijgen we een Jumbo erbij. Op het moment dat het winkelcentrum weer gevuld gaat worden met winkels, gaat het servicekantoor van ABN AMRO daar in de maand mei dicht. Wat vind je daarvan? Ja, als eerste is dat natuurlijk hartstikke jammer, maar het is een beweging die je in heel Nederland ziet, dus die kunnen we niet tegenhouden. Anderzijds, door die bewegingen die er in het Eglantier zijn, denk ik wel weer dat snel gevuld wordt. Het is een goede locatie op het Eglantier, dus ik denk dat daar wel animo weer voor is. Volgens de bank heeft het geen zin om de vestiging nog open te houden. Als we kijken naar de ontwikkeling die we zien, de digitalisering van de maatschappij, zien we ook dat we het aantal klanten wat op kantoor komt behoorlijk is afgenomen in de afgelopen jaren. De helft van onze klanten die komt nog maar 1 keer in de 2 jaar op het kantoor. En daarnaast, als we goed naar onze klanten luisteren, en dat doen we, dan wil de klant als hij komt op kantoor ook in 1 keer geholpen worden over welke vraag het ook gaat. En dat is wat we graag willen. En door het teruglopende aantal klantbezoeken zijn de specialisten ook vaak wat meer verdeeld over het gebied en zijn niet altijd daar ter plekke. Maar als men toch vragen heeft en toch liever op kantoor wil komen, ja, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze hier terecht op de Hofstraat. Ja. Het kantoor waar alle specialisten ook aanwezig zijn en eigenlijk op iedere vraag ook direct antwoord gegeven kan worden en van advies van kan worden voorzien. Ja. Andere banken sluiten ook hun geldautomaat, dat doet u niet? Nee, dat doen we niet. De geldautomaat blijft daar ook achter. Klanten van de bank kunnen nu ook beeldbankieren en daar wordt nu al veel gebruik van gemaakt, zegt Wiersema. Wat we belangrijk vinden is dat we eigenlijk steeds dichter bij onze klanten willen komen. Dus één deel is dat door inderdaad het kantoorbezoek en het andere deel is het beeldbankieren, waarin we in staat zijn om middels van webcam ook direct bij de klant op de bank te komen. Als we kijken dat onze hypotheekgesprekken al meer dan de helft van de gesprekken op die manier plaatsvinden en de klant ons daar echt hoge cijfers voor teruggeven in klanttevredenheid. Dus dat is wel iets wat we steeds meer ook vormgeven en ook steeds meer doen. En naast ook eigenlijk de digitale mogelijkheden zoals internetbankieren en mobielbankieren, daar gaan we ook echt steeds meer vorm aan geven in de toekomst. Ouderen die moeite hebben met het digitaal bankieren krijgen hulp van de bank. In de aanloop van de sluiting 25 mei en vooruitlopend daarop geven we ook workshops op het gebied van internetbankieren en mobielbankieren. Om ook klanten daarmee te laten kennismaken en ook inderdaad zich daar ook veilig in te voelen. En hoe zie ik me dat voor me? Gaat u de mensen aanspreken? Ja, mensen worden allemaal aangesproken die op het filiaal komen. Wordt ook verteld dat we gaan sluiten. En ook gevraagd waar de behoefte ligt in nu en in de toekomst om te bankieren. Maar de echt oudere mensen, die hebben misschien wel moeite om dit te leren nog. Wat gaat u daarmee doen dan? Nou, we zien dat de oudere mensen in sommige gevallen zelfs heel veel skypen met kleinkinderen. Dat soms heel goed kunnen. Andere kant ook soms moeite hebben om dat te doen. Daar hebben we ook seniorencoaches voor die ook bij de mensen thuis komt. Om daadwerkelijk ook bankzaken met hen te bespreken en ook te doen. En wat we ook zien is dat soms het tweede gesprek ook al via beeldbankieren gaat. Omdat ook deze groep eigenlijk wel erg geïnteresseerd is om dit ook wel te leren. Ja.
Ja, maar goed, maar dat zijn dan mensen die al min of meer bekend zijn met het fenomeen computer. Ja. Maar er zijn ook nog zat oudere mensen die dat ding helemaal niet hebben. Nee, dan komen we dus thuis om inderdaad deze mensen te helpen met het doen van hun bankzaken. Met het wegvallen van de bank blijven er op de Egelantier nog maar een paar winkelpanden leegstaan. Ik denk nog 4 of 5 pandjes als Jumbo open is. Over een week of 2 komen we daar met een hartstikke leuk idee. Een samenwerking van de Federatie Apeldoornse Ondernemers en Economische Zaken. Onze wethouder Mark Zandman. En dat wordt onthuld ergens begin april. En dat moet dan de rest van de leegstand tegengaan? Nou, dat moet in ieder geval potentiële ondernemers strikkeren om op ideeën te komen. Die lopen langs een pand en die denken, hé, dat is een goed idee. Dus ja, en ik denk heel uniek in Nederland. Nogmaals, we gaan het onthullen rond begin april. De afgelopen week stond in het teken van Apeldoorn-Rijn. Ongeveer 60 basisscholen binnen de gemeente deden hier aan mee. Zo ook de kinderen van de Terebint. Alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 gaan meedoen. Dus dan zijn we wel met z'n 100 kinderen, denk ik. Oké, en om welke buurt gaat het? Het gaat om de buurt De Maten en dan zitten wij hier in de Gaarden. Hoe is het nou? Hoe is het om mee te doen aan Apeldoorn Rijn? Is dat belangrijk voor de kinderen? Ja, heel belangrijk. Kinderen vinden zelf ook dat het er echt rommelig uitziet. Net in de pauze waren een paar kinderen die zagen rommel liggen en zeiden van dat moet toch eigenlijk niet op het plein liggen. Dus die wilden het meteen opruimen en die hebben er dus eigenlijk ook wel oog voor. Alleen ja, wie doet het dan, hè, die rommel maken? Wethouder Johan Kruithof was naar de school gekomen om de scholieren uit te leggen wat zwerfafval doet met ons milieu. Meneer Kruithof, weer een week van Apeldoorn-Rijn. Ja, dat is gelukkig, zou ik bijna zeggen, een terugkerend fenomeen in Apeldoorn. Dat we de actie heel Apeldoorn schoon organiseren met elkaar, het onderwijs en onze afdeling beheer en onderhoud. En dat doen we toch uiteindelijk maar voor één belang. Ja, het moet echt minder zijn met het afval op straat. Zwerfafval, ander afval, dat is nog steeds veel te veel. Ook in Apeldoorn, hoe trots we op Apeldoorn zijn, dat zien we nog veel te veel. En nou ja, ik vertelde net de kinderen wat dat uiteindelijk betekent. Als je leest over de plastic soep, honderden kilometers puur plastic in die zee. Ja, dat is een ramp. En ja, dat begint heel klein met een patatbakje wat je hier niet in de prullenbak, maar gewoon even op straat achter je laat vallen. En uiteindelijk komt het daar terecht. Hoewel de wijk rondom de school redelijk schoon was, waren de scholieren fanatiek bezig. Slechts een enkeling had even een pauze ingelast. De Terebintschool vindt dit initiatief goed, maar het onderwerp zwerfafval krijgt verder weinig aandacht. Nou is het een speciale week voor basisscholieren, maar doet de school het ook op andere tijden of niet? Er zijn er wel eens momenten dat ik met kinderen, als we onderweg naar gym zijn, dat ik alvast zeg van kijk om je heen en raap het allemaal even op. Dus er zijn wel eens kortdurende momenten dat we ook eventjes bewust zijn van het afval wat er ligt. Ja. Worden daar ook les aangegeven over het schoonhouden van je omgeving? Naar aanleiding van deze middag wil ik inderdaad daar wel meteen met de kinderen een les aan koppelen. Ja. Ieder jaar organiseert de gemeente Apeldoorn-Rijn voor de basisscholen. Wethouder Kruithof schrok hoeveel zwerfafval er vorig jaar was opgehaald. Vorig jaar is er 1030 kilo door zo'n 1200 toen schoolkinderen opgehaald. Nu doen er een 100 kinderen meer mee, zo'n 1300. Dus ja, ik verwacht dat we misschien wel 1100, 1200 kilo op gaan halen. En ik zei al ook tegen de kinderen, ergens kun je daar trots op zijn. Hè, want dan zie je eens wat die kinderen allemaal voor afval van de straat halen. En ergens wil ik ook eigenlijk niet dat het meer is. Want ja, als het meer is, dan betekent dat er sinds vorig jaar, wat betreft ons zwerfafvalgedrag, nog niet zoveel veranderd is. En dat zou ik toch wel fijn vinden als dat wel het geval was. Schrok u eigenlijk van het aantal kilo's van vorig jaar? Ja, op dat moment schrik je wel weer even. Dan zie je weer even wat we achterloos blijkbaar met z'n allen zo. Hè. Er kijkt er niemand op aan. We doen het allemaal op de een of andere manier. Achterloos achter ons laten vallen op grond. Blikjes, flesjes, troepjes, spulletjes, plastic heel vaak. Plastic zakken, nou dan vul het maar in. Ja, daar schrik ik wel van. Alleen de basisscholen doen hier aan mee. Waarom niet bij het voortgezet onderwijs? Dat is een goede vraag. Het is ook vaak een keuze. Je maakt de keuze om zo'n actie. Je moet het ook allemaal kunnen behappen. Ook het onderwijs en de gemeente. En nou, we vinden het mooi omdat met die 63 basisscholen die we in Apeldoorn hebben, die niet allemaal meedoen, maar toch
vrijwel allemaal hier energie in stoppen. Vinden we het mooi om dat te doen? Nou, laten we dat eerst maar eens goed doen. Hè. Beter iets heel goed doen dan te veel te willen en dan misschien wat minder goed. Morgen is het zonnig en droog. De wind is matig en het wordt zo rond de 5 graden. In de avond en nacht neemt de bewolking toe, maar blijft het droog. Het kwik daalt naar het vriespunt of daar net iets boven. Dinsdag is het wisselend bewolkt met veel zon en blijft het droog. Woensdag zijn er wolkenvelden met zo nu en dan de zon. Overdag wordt het een graad of 7 en 's nachts rond het vriespunt.